De leden van Satudara verzamelden zich vanochtend bij de aula in Vlagtwedde voor een zogeheten ride-out. Gadegeslagen door tientallen nieuwsgierige buurtbewoners. De motorrijders vormden een erehaag, waarna de kist naar de auto werd gedragen. Vervolgens werd de rouwstoet door zo'n 150 motoren begeleid naar uitvaartcentrum Ceresshof in Stadskanaal, waar de crematie plaatsvond. De politie en de gemeente Vlagtwedde waren nauw bij de organisatie betrokken.